Wat ik hier heb, is een nummer van Tirade, 15 februari 1959. Dit is het tijdschrift waarin Jan Wolkers is gedebuteerd met het verhaal Het Tille Beest. Dat gaat over de diefstal van dit marmeren beest, dat inmiddels is teruggekeerd op het kasteel. Ik stootte het zware stuk marmer van mij af. De stront spatte omhoog in het rond. In de krater die het tillebeest in de stinkende bruine massa had geslagen, zag ik het half verteerde gelaat van mijn zuster. Zwart als de literair werk, foto's, beelden en schilderijen. Oes G. staat de komende tijd helemaal in het teken van de Wolkersweken. Donderdag is het 10 jaar geleden dat Jan Wolkers is overleden. En 26 oktober, zijn verjaardag, dan zou Jan 92 geworden zijn. En in die periode van 10 dagen is hier op Kasteel Oud-Poelgeest een fantastisch mooie expositie met zijn werken die nog niet veel hier in de regio geweest zijn. De expositie is samengesteld door biograaf Onno Blom. Hoogtepunt van de tentoonstelling is het laatste werk dat Wolkers heeft gemaakt. Ik ben ontzettend blij dat de Laken al erin heeft toegestemd om het laatste grote doek van Wolkers, 2 bij 2 meter... bestaande uit 4 panelen, uit te willen lenen voor de expositie deze week. Blom promoveert donderdag op de biografie van Wolkers. Een lijvig werk waar hij jaren aan heeft gewerkt. Ja, 11 jaar heb ik hier aan gewerkt. En echt jaren geschreven. En het laatste half jaar, dat geloof je misschien niet, maar ben ik voornamelijk bezig geweest met schrappen. Blom is al die jaren in het leven van Wolkers gedoken. Een avontuur. In zekere zin is dat avontuur nu ten einde. Ik bedoel, als je het opschrijft, dan is het ook voorbij. Zie je? 1114 pagina's. Het is totaal 1120 met voor- en nawerk. Wanneer ligt hij in de winkel? 19 oktober.